Hey, heb jij je ooit als een vreemdeling gevoeld? Ben jij al eens in het buitenland geweest, misschien even over de taalgrens, en je voelde je daar niet helemaal thuis? Een vervelend gevoel, vind je niet? Ik was onlangs op reis en meerdere keren moest ik om verduidelijking vragen van wat bedoel je daarmee? Of ik zei dan, wat betekent dat? En de mensen waren gewoon onder de indruk dat ik dat gewoon niet kende. En dat zorgde voor een ongemakkelijk gevoel. Ik voelde mij als een vreemdeling, als een buitenlander of een buitenstaander. Vorige zondag was ik met een aantal vrienden aan het praten over een brief van 2000 jaar oud dat slecht gevoel van vreemdeling zijn eigenlijk op zijn kop draait. En in dat brief staat er: geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Hij zegt, voel jij je raar, dan is dat omdat je een beetje raar bent waarschijnlijk, maar dat is niet erg. Hij legt uit wat je moet doen wanneer dat jij je als vreemdeling of als gast je voelt. Met de woorden, leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen. En God eer bewijzen op de dag waarop hij komt recht spreken. Waar staan uw ogen gericht deze week? Kijk jij naar de mensen rond jou die niet helemaal op jou lijken en vraag jij je dan af waar je thuis hoort? De Bijbel moedigt ons aan om onze ogen op de hemel te richten. God is daar een plaats voor ons aan het voorbereiden. God zegt zelf, begrijp je niet wat je op aarde moet? Dan is dat niet erg en ook niet vreemd, want uw thuis is bij God. Je bent er gewoon nog niet. Ik zou veel liever gaan klagen over het feit dat ik hier niet op mijn gemak voel. Maar Petrus schrijft deze woorden van aanmoediging. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Wij wonen in een land dat nog nooit zoveel eenzame mensen heeft gehad. Wat als wij deze week gastvrij zouden zijn voor onze buren, onze vrienden of zelfs de vreemdeling? Wie ga jij uitnodigen? Pas maar toe.